Zaterdag 17 november. Het is iets voor 9 uur en aan de ingang van Sint in de Piste staan de eerste toeschouwers al te popelen om hun zitje in te nemen. Het schijnt spectaculair te zijn, dus ja, kijk er wel naar uit. Ik blijf dat altijd verbazen. Het is een verhaal dat ik nu zelf 15 jaar schrijf ondertussen. En ik zie dat elk jaar groeien en mensen zijn daar heel laaiend enthousiast over. En ze komen inderdaad heel vroeg, ze komen nog net niet kamperen. Maar ze willen natuurlijk de beste zitjes hebben, want het zijn geen genummerde plaatsen. En wellicht zit dat er voor heel veel tussen. En ja, voor je kind heb je alleen maar het beste over. Dus allemaal heel logisch. Voorlopig is het dus nog even wachten tot de circustent haar deuren opent. De eerste show begint pas om 10:30. En in de tent is de opwarming nog volop bezig. Morning show. You always have to warm up. Ondertussen oefent de Zwitser Louis Knie zijn act in de piste. Een paardencarousel met 22 paarden en ponies. Hallo, hallo. It was a little bit late everything because we had a lot to do practicing. So we're a little bit stressed now for the show, but I think it will be okay. En geen Sint in de piste zonder een massa aan zwarte pieten. Zij verzamelen in het stadhuis en moeten één voor één langs bij hun persoonlijke styliste, Fabien. Voilà, alstublieft. Dank u wel. Wacht, ik ga iets aan die mouwen doen. Wacht, hè. Zonder haar waren we niks, hè, meneer. Zeg. Ja, dan hadden jullie geen mooi pak, hè. Dan moest je dus een oud pak aandoen. Maar liefst 60 pieten passeren hier de revue. En Fabienne kent haar Pappenheimers ondertussen door en door. Ze durven al een keer smossen en als ze dan nog iets willen drinken of eten, kraagjes krijgen ze maar vlak voor ze buiten gaan dat ze heel mooi zijn om in de piste te verschijnen. En dat moment komt nu wel heel dichtbij, want de deuren zijn net opengegaan. Dan valt er zoiets van u af, hè. He, als alles terug de meisjes binnen kunnen, dan is al dat voorbereidend werk gedaan. En dat is altijd plezant als dan iedereen begint binnen te gaan. Dan draait de zaak en dat is ook de bedoeling. De tent loopt aardig vol voor de eerste van in totaal 12 shows. Dat betekent 2 weekends lang elke dag 3 shows. Maar de pieten hebben er alvast zin in. Goedemorgen! Allee, die mama's en papa's die slapen nog. Als opwarmertje trakteren de VTM-kids het publiek op een paar dansjes. En ondertussen wordt achter het doek iedereen in gereedheid gebracht voor de première van Sint in de Piste 2018. We komen hier nu al zoveel jaar, maar toch in Sint-Niklaas toekomen en weer al die shows mogen doen voor de kinderen. En kijk eens, ik heb een heel nieuw pak en ik heb mijn haren een beetje laten groeien. Dus het is extra feestelijk dit jaar, dus ik heb er wel heel veel zin in, maar ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ja, dat wordt genieten, hè. En dat is gewoon eventjes de eerste minuten goed focussen en daarna heel veel genieten. En dan is het eindelijk zover. De tent zit vol en het openingsnummer is ingezet. Tijd voor het spektakel. Er is alweer een jaar voorbij, wat gaat de tijd toch zo snel? Het is een feest en iedereen is vrolijk en gaat uit de pol. Als een vriend van zeer vele mensen komt hij dan naar ons huisje steeds terug. Maar hij zegt ons ook wanneer hij komt en dan is hij daar, is hij daar. En hij klopt en hij klopt en hij klopt. Jongens en meisjes, mama's en papa's, opa's en oma's. Hier is Sinterklaas. Het is de tijd van Sinterklaas. Ja, op Sinterklaas in de piste is het nog even wachten. Maar hij is er wel al. En hij maakt van het wachten in de backstage gebruik om een beetje bij te slapen. Na het openingsnummer wordt het publiek meteen getrakteerd op een wereldtopper. Luchtacrobatie van de bovenste plank. Duo Romance uit Roemenië weet het publiek helemaal in te pakken.
It's nice to work with such an audience, such a great audience. I think they already are like in the winter holidays, no? Like they are more happy, more, I don't know to explain. Morgen maakt Sinterklaas eindelijk zijn opwachting in de circustent. En we maken kennis met een Rus die van poezen houdt. It's the same like beautiful woman walk on the street. Everybody look on her. Dat en nog veel meer morgen in Achter het Doek.